Hoi allemaal, welkom bij Fem. Ja, het is najaar, het is een beetje somber. En dan vind ik het zelf altijd heel erg fijn om gewoon lekker met een beker thee op de bank te crashen. En gewoon een lekkere serie op te zetten. Nou, ik ben er vast niet de enige in. In een andere video heb ik jullie al een aantal tips gegeven van superleuke tv-series van dat moment. En het leek me leuk om eens een nieuwe versie te maken. En in deze video ga ik jullie 5 tv-serie tips geven die je op Netflix kunt kijken. Ik weet dat heel erg veel mensen Netflix abonnementen hebben. Dus het leek me wel handig om een paar series te kiezen die dus daar te zien zijn. Maar als je geen Netflix abonnement hebt, kun je natuurlijk ook gewoon online kijken of wat dan ook. Er zijn alle mogelijkheden voor. Mijn eerste tip is White Collar. En daarvan staan 4 seizoenen op Netflix. En volgens mij zijn ze in Amerika nu met het 5e en laatste seizoen bezig. Of het 6e. In elk geval, ze zijn nu in Amerika met het laatste seizoen bezig. En ik vind het zo jammer. Maar goed, White Collar gaat over een meester oplichter, Neil Caffrey. En hij wordt gespeeld door Matt Bomer. En Matt Bomer, oh, hij is zo knap. Sorry, dat moest ik even kwijt. Wat er dus gebeurt is dat hij wordt gesnapt door de FBI. Op een gegeven moment, ja, ontkomt hij er niet meer aan. En gaat hij samenwerken met de FBI om andere zaken op te lossen. Om op die manier een beetje zijn straf uit te zitten. En het is echt een hele leuke en grappige serie. En ja, een beetje de interactie tussen de FBI-agent en Neil Caffrey. Dat is gewoon een hele leuke combinatie. En het is een beetje een combinatie van comedy, een beetje, ja, natuurlijk ook een beetje detective werk, een beetje politie-serie-achtig. Maar ook een beetje drama tussendoor. Dus ja, ik vind het zelf echt een hele toffe serie. En ik weet zeker dat als je die gaat kijken, dat je meteen helemaal verslaafd bent. Een andere serie die ik nog niet zo heel erg lang geleden ontdekt heb is Orphan Black. En daarvan staan 2 seizoenen op Netflix en de 3e is ook al uitgezonden. En het is ook, nou, wederom een super toffe serie. Ik dacht eerst van, oh, dat is echt niks voor mij. En toen zei een vriendin van, ja, die moet je echt gaan kijken, die ga je fantastisch vinden. Nou, het gaat dus over iemand, een jonge vrouw. En zij is een beetje van het pad afgeraakt, om het zo maar te zeggen. En dan ziet zij iemand zelfmoord plegen die exact op haar lijkt. En om van haar problemen af te komen, neemt zij de identiteit aan van die vrouw die zelfmoord pleegt. Nou, klinkt een beetje luguber, maar het is een heel complex verhaal. Want uiteindelijk blijkt dus dat zij één van heel veel klonen is. En dan denk je misschien klonen, ha, wat saai. Maar het is een hele spannende, meeslepende serie. En ik dacht echt dat het geen serie voor mij was. Maar toen ik hem ging kijken, werd ik echt helemaal meegezogen. En heb ik volgens mij alle 3 seizoenen in 1,5 week of 2 weken heb ik gewoon bam achter elkaar gekeken. Omdat het zo ontzettend leuk was. Dus als je van een beetje spanning, een beetje mysterie houdt, dan is het echt een aanrader. Een van de allereerste series die ik ben gaan kijken toen ik mijn Netflix abonnement had, was The 4400. En The 4400 heeft 4 seizoenen. Het is al heel erg lang geleden volgens mij op tv uitgezonden. En het lijkt een beetje op Heroes. Eigenlijk is het verhaal vrijwel hetzelfde, maar The 4400 was het origineel. En dat gaat over 4400 mensen die ooit in een bepaalde willekeurige tijd zijn verdwenen. Dus sommige mensen zijn ergens in de jaren 40 verdwenen, andere misschien ergens in de jaren 60. Nou ja, van alles en nog wat. En die komen ineens terug. En ze zijn geen spat veranderd, ze zien er hetzelfde uit. Maar later blijkt dat ze speciale gaven hebben. En dan denk je van, dat klinkt heel erg raar. Kan ik me voorstellen. Maar het is wederom echt wel een heel erg interessant verhaal. En als je van net een klein beetje science fiction houdt, is het een hele leuke serie. Nou, er zijn dus 4 seizoenen van, dus je kunt er superveel van kijken. En als je Heroes leuk vond, dan is dit misschien ook wel een serie voor jou. Ik hou zelf altijd heel erg van legal drama's, dus met rechtszaken en advocaten en allemaal spannende zaken die opgelost moeten worden. En ik kwam een tijdje geleden Drop Dead Diva tegen. En dat is een comedy serie over een advocaten. En wat er is gebeurd is een model, een beetje een dom blondje om er zo maar te noemen, die ging dood door een aanrijding met een sinaasappel vrachtwagen of zo. Gek verhaal, het is ook een maffe serie. Maar goed, en toen zij in de hemel was, ja, het wordt nog raarder. Toen ze in de hemel was, drukte zij op de return knop van nee, ik wil terug. En toen kwam ze terug in het lichaam van een advocaten. Heel ander leven natuurlijk. En zij moet dan dus dat leven gaan leiden en ineens is het domme model is nu ineens advocaat. En dat leidt tot allemaal grappige situaties en er zitten hele grappige zaken tussen. En het is gewoon een vrolijke, luchtige comedy met dus een interessant randje door het legal
gedeelte, om het zo maar te noemen. En het is echt een superleuke serie. En een tijdje geleden is de serie afgelopen. Een jaar daarvoor of zo was hij ook al gecanceld. Toen kwam hij ineens terug. Maar nu is hij echt klaar. Maar hij is dus nog wel op Netflix te vinden. Een andere serie waar ik ook echt dol op ben en de laatste tijd echt geen genoeg van kan krijgen is Haven. En Haven is een soort van science fiction serie. En het gaat over een FBI-agenten die in het stadje Haven belandt. En als ze daar is, dan blijkt ineens dat daar allemaal hele gekke dingen gebeuren. En mensen die daar wonen hebben troubles, zoals dat heet. Ze hebben een bepaalde aandoening allemaal, waardoor er gekke dingen gebeuren. En ik weet dat ik het nu heel gek uitleg, maar als je de tv-serie ziet, dan snap je wat ik bedoel. Sommige mensen die, als ze iets aanraken, verandert het in ijs, of, nou ja, dit is van alles en nog wat. De FBI-agenten, Audrey Parker heet ze, die besluit uiteindelijk om in Haven te blijven en probeert daar dus een beetje de problemen op te lossen. En dan blijkt dus ook dat zij daar stiekem een hele geschiedenis heeft. Volgens mij staan er nu 4 seizoenen op Netflix en zijn ze in Amerika met het 5e seizoen bezig. Dus wederom genoeg afleveringen om te kijken. Maar ook dat is echt een hele leuke serie. En dat geldt eigenlijk voor alle series die ik nu heb genoemd. Het zijn super toffe series en ik denk dat jullie ze heel erg leuk gaan vinden. Als jullie voor mij tips hebben op Netflix of gewoon random, laat het me weten. Want ik ben altijd weer op zoek naar nieuwe series om te volgen. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op Fem. En tot de volgende keer. Doei! Omdat ik het gewoon makkelijker vind, omdat dit het enige is waar ik eigenlijk ervaring mee heb. Want ik heb niet samengewoond met huisgenootjes.